Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op ons kanaal. In deze video leg ik je uit hoe je betonpoelen plaatst. Betonpoelen plaats je eigenlijk altijd bij het bouwen van een overkapping. Ze zijn namelijk de fundering van je overkapping. Voordat je begint met het plaatsen van de poelen is het goed om even naar de bouwtekening te kijken. Als je bij onze standaard overkapping hebt gehaald, dan heb je een bouwtekening waar ook de hardmaat van de poeren in is aangegeven. De hardmaat is de afstand van het midden van de ene poer tot het midden van de andere poer. Let even goed op. Heb je bij ons een aangepaste overkapping gekocht? Dan moet je even contact opnemen zodat je ook een aangepaste bouwtekening van ons krijgt. Als je alles goed hebt uitgemeten in je tuin, dan kun je beginnen met het plaatsen van de poeren. Je begint eigenlijk altijd met de poer die in een hoek staat. Je graaft een gat van zo'n 50 centimeter diep. Je kan ervoor kiezen om de poer volledig in de grond te laten staan, maar wij raden aan om de poer ongeveer 7,5 tot 10 centimeter boven de grond uit te laten steken. Zo kun je ervoor zorgen dat er namelijk geen optrekkend vocht in je staande gaat trekken. Als je een stevige ondergrond hebt, dan kun je de poer direct in de aarde plaatsen, maar twijfel je over de stevigheid van de ondergrond, dan kan je voor de zekerheid een stoeptegel onder je poer plaatsen. Dit zorgt er in ieder geval voor dat de grond niet gaat verzakken. Als je poer in het gat staat, dan kun je het gat verder opvullen met aarde. Als je meer dan 4 poeren voor je overkapping moet plaatsen, dan raden wij aan om nu verder te gaan met de poer die het verste weg in dezelfde lijn staat. Dus eigenlijk de andere buitenste poer. Als die in de grond staat, kun je namelijk een draadje spannen aan de buitenkant van de 2 poeren. En de poeren die ertussen komen te staan, die kun je dan tegen het draadje aanzetten, zodat je eigenlijk zeker weet dat alle poeren op een rechte lijn komen te staan. Als al je achterste poeren staan, dan kun je aan beide kanten een poer naar voren zetten. Let er even goed op dat je je poeren in een rechthoek zet en dat het geen parallelogram wordt. De beste manier om dat te checken is door even beide diagonalen te meten. En als de afstand gelijk is, dan zit je goed. Als je de voorste buitenste poeren hebt geplaatst, kun je de rest van de voorste poeren ertussen zetten. Let er nog wel even goed op dat al je poeren waterpas staan. Dit kan je zelf eenvoudig checken door een balk of een plankje op 2 poeren te leggen. En met een waterpas kan je vervolgens kijken of de poeren waterpas staan. Dit was deze video. Ik wens je veel succes met het plaatsen van je poeren. En geef even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond.